Nou, we gaan rennen in het Robbenhoordbos. Een kilometer rennen tot waar het Schelpenpad begint. En dan gaan we dribbelen. En de aardepaden gaan we nog wandelen. We gaan twee rondjes doen. Blijkt dat ze hier de Robbenhoordbos lopen hebben gelopen. Ik heb een tijd lang niet meer op de site van de AV Wieringen meer gekeken. Maar ik was nog niet in staat om zo'n wedstrijd te lopen hoor. Iedereen weet wel waarom. Nou, ik heb de route zoals je weet ook gewandeld. Dus ik weet waar ik naartoe ga. Oh,
Gaat het weer? Zie je? Ze is toch kan ook hierheen gaan. Oh nee, toch te vroeg. Ja, goed. Rustig trippelen. Ik ken de route blijkbaar nog niet helemaal goed. Of dit is op zich al grappig. Het schelpenpad. Ik had iets verder moeten lopen. Ietsje verder. Foutje. Ja, overal mensen klein. Werken worden fouten gemaakt. En hier gaan we wandelen. Even wandelen. Gaan het herstel ook allemaal opnemen. Dus de gemiddelde snelheid gaat wat omlaag. Even wat drinken. Oh.
Zo. Nou. Goed, dit is mijn eerste wandelsessie in deze hardlooptraining. Verderop is daar de bocht omgaan, we gaan weer het asfalt op, vaste volgers weten dat. En dan gaan we weer hardlopen, 1 kilometer. Langzaam opbouwen, dat zal ergens bij 1,9 wezen, 2,0. Ja, er werd dus blijkbaar gelopen. Een wedstrijd gelopen. De mensen haalden net de caravan weg. En ja. Het is dat het slecht weer is. Er zijn niet zoveel lopers, denk ik. Degene die dan lopen, dat zijn dan meestal snelle lopers. Ja, dan ben je met 2 uurtjes klaar ongeveer. Ja, ik ben nog niet wedstrijd fit. Ik kan nog geen 5 kilometer op de weg lopen, wel op de baan. Want dan heb je dubbele demping. Maar ik heb nog geen 5 kilometer op de weg gelopen. De laatste keer dat ik dat gedaan heb, was voordat ik COVID kreeg. Toen zaten we al in de lockdown. Toen liep ik 's avonds 5 kilometer. Dat was denk ik ergens in november of december. Dat was onderdeel van de challenge. Dat zal wel ergens in eind november zijn geweest. De runkeeper, hoe noemen ze dat ook weer? Puntje-puntje challenge. Die kun je elke keer doen. Ja, maar goed. Het is mijn eerste hardlooptraining sinds ik vorige week thuis ben gekomen van de bergwandelvakantie in Oostenrijk. Ook wel de nazomervakantie genoemd voor mij. Nou, ik merk wel dat ik conditioneel iets op vooruit ben gegaan. Echt wel. Ja. Nou, ja, als we hier de bocht om zijn, dan gaan we weer het asfalt op. Dan gaan we weer lopen. Nou, dat is 1,9 kilometer. Ja, dan gaan we weer. Oh,
Dankjewel. Ja.
Even wandelen. Ja. Ah, best goed. Als ik me onder 7 minuten kan houden, dan heb ik het goed gedaan. Met wandelen en dribbelen erbij, hè? Dus hardlopen, wandelen, dribbelen. Hardlopen, dribbelen, wandelen moet ik ook. Nou, een rondje. Zwet. Ja, ik ben nog niet wedstrijd fit, joh. Wandel is om te herstellen. Ik wandel nu zo'n 5 km per uur, bijna 6. Voor wandelen is dat best snel hoor. Nou, dan gaan we direct naar rechts toe, gaan we ook nog wandelen. Misschien dat ik, als ik hier de volgende keer kom, dat ik dan denk van ik ga naar rechts toe, een klein stukje dribbelen. Ik wil niks forceren namelijk.
grootste tegenstander ben je uiteindelijk zelf als je alleen traint. Het is wel lekker weer. Veel regen. Geen bliksem en onweer. Gewoon lekker bezig zijn. En als dat nou gewoon dit had, gebliksemd had, dan had ik misschien permanent gelopen. Als het tenminste wel acceptabel weer was. Precies. Want dat is best wel gevaarlijk hier in het bos. Je kan getroffen worden door de bliksem. Een boom kan worden getroffen door de bliksem. Als je er langs loopt, dan kun je het niet meer navertellen. In het allerergste geval. Maar goed, er is geen sprake van. Daar verderop gaan we naar rechts toe. Bij die boom daar ook. Daarvoor. Dat weet ik. Ik kom hier zo vaak. Dan weet ik dat wel. Nou, ik ging toch even missen net. Een nieuwe route, hè. Denk je het helemaal in je hoofd hebben, ga je toch een fout maken. Maar zoals ik al zei, waar mensen werken en mensen zijn, worden fouten gemaakt. Helaas, zou ik willen zeggen. Zo, we gaan dus hier naar rechts toe, dus een klein stukje lopen nog. En dan, ik dacht dat daar mensen liepen, maar er lopen geen mensen. Ja, daar aan het einde, daar ook, gaan we naar links toe. Klein stukje naar links, waar die, wat is het, een eik of zo. Grote, dikke boom, waar de caravan stond. Ja, die heb ik niet op beeld, maar toen ik daar stond te wachten, stond daar een caravan met een auto van de Robbenoord Bosloop, waar de organisatie zit. Ja, daar gaan we starten, want dat is het startpunt. Misschien even iets verder, maar ik gebruik die dikke boom als startpunt. Ho. Goed zo. Ja, het zat op 7 minuten 23, maar dat hebben we zo weer goed gelopen. Geen goed hoor. Afzien moet je altijd met hardlopen, want het is een duursport en een intensieve duursport. Nou, dan ben je wel helemaal hersteld, hè? Dan heb ik zo'n kilometer gewandeld ongeveer. Nou, iets minder. 600 meter denk ik, 700 meter. Kijk, die boom daar, oh, daar stond de caravan. Volgens mij. Of was het nou, nou weet ik het zelf niet eens meer. Lekker, hè? Ja, het was volgens mij die boom. Nou, gaan we een rondje maken. Ah, was deze man. Dan gaan we hier weer beginnen. Ja, ik hoef niks in te drukken. Iets minder dan een half uur hebben we erover gedaan. Fuck.
Ruim een halve kilometer. Maar daarheen. Maak even het kilometer af. Fish.
Dribbelen. Ja, we willen nog niet inzitten. Gewoon een kilometer dribbelen. Ja, niet een kilometer. Halve kilometer, zoiets. Dat er een fiets aan kwam. Ga hem nu niet forceren. Nou, als ik ga ik wel even een kilometer doordribbelen nadat ik weer hard gelopen heb. Want ik ga uiteindelijk ook wandelen naar de auto. Dat is dus ik ook uit. Kijken of dat gaat. Nou, lekker. Ik kan wel binnen de training een klein beetje oprekken. Met hooguit, ja, 40, 50 meter. Misschien tot hooguit 100 meter, maar meer niet hoor. Ja. Lekker lopen. Oh,
Jezus. Ja, ja. Lekker hoor. Oh. Moet niet mijn pijltjes verstikken natuurlijk. Ik ben blessurevrij uit Oostenrijk teruggekomen. Ik ben blessurevrij naar Oostenrijk toegegaan. Ja, precies. Dan zou ik hier nu aan blessure oplopen weer. Dat heb ik al eens een keer gehad hier hoor. Ik ben één keer gevallen hier op het pad. Verderop daar heb ik een blessure opgelopen. Ja. Waardoor mijn knieën een rare beweging maakten. Het heeft jaren geduurd voordat ik daar vanaf was. Jaren, bedoel jaren, nou ik heb in het begin heb ik er heel veel last van gehad. Ik toen nog veel fietsen, heeft het toch wel, is het daarna overgegaan uiteindelijk. Ik heb nog een fysiotherapeut gehad. Dat heel low kwam die man. Ja. Ja, heel veel blessure. En door hardlopen heb ik ook een beetje last van mijn achillespezen. Maar hardlopen is en blijft een leuke sport. Ik kan lekker zelf beslissen. Je hebt dan dinsdag en donderdag training. Maar in het weekend kan je zelf beslissen wanneer en op welke dag je wil gaan trainen. En hoe laat en dergelijke. Goed, even wat drinken. Dan gaan we daarna weer lopen. Vorige keer was hij nat. Nou, gaan we dan. Even goed uitkijken. Ja. 6,7 is een eindpunt. Dan gaan we weer dribbelen. Oh,
Hier naar rechts. En dan naar links. En hier weer. Met de bocht naar rechts. Half een kilometer. 300 meter. Ja, 400 meter. 5, 6, 7. 750 meter. Tot punt 7,7. Fuck.
7 kilometer. Nog 200 meter. Hier naar rechts. Ook niks aan. Oh.
Ja, hey, hè? Lekker. Nou, ging hartstikke lekker. Niet te veel doen. Gaat het altijd goed. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Daar is mijn auto nog in toe lopen. Graag tot de volgende keer. Bye bye, zwaai zwaai. Overal sweet dream. Laters. Tjus.